wacht, hè. Zou jij eens iets kunnen zeggen? Hallo. Ja, het werkt. Oké, super. Test. 1, 2, 3. Ja, het komt. In de voormiddag was het ook gewoon heel interessant om met iedereen ook hun ervaringen solliciteren te horen. Ik heb nog niet zo dat gevoel gehad van, oké, ik zit niet alleen hierin. Ik zit niet alleen dat ik het zo moeite heb ermee om echt iets te vinden. Zo. Bijna gelijk een 8-9 maanden of zo denk ik nu. Sinds september ben ik aan het zoeken. Gewoon met mijn autisme is het ook niet altijd al te makkelijk om dingen te verwoorden. Het kan zijn dat ik denk, ik leg het hier compleet perfect uit. Maar komt dat compleet niet zo over voor de anderen en dat merk ik niet. En dat is wel een groot struikelblok, toch, dat autisme. Ik vind dat stom om te zeggen, maar ja, het is mijn autisme dat wel vaak een probleem blijkt te zijn. Ik dacht echt dat ik de enige was dat reactie terugkreeg van ik heb geen genoeg ervaring, maar blijkbaar heeft iedereen dat van mijn leeftijd. Dus volgende maand ben ik een jaar aan het zoeken. Je begint altijd heel enthousiast. Je denkt van oké, die job lijkt me leuk, ik ga daarvoor solliciteren. En dan krijg je negatieve feedback terug. En je denkt van oké, het is maar één sollicitatie, we gaan de volgende doen. Maar dat blijft elke keer terug hetzelfde proces zijn. En dat is hetgeen dat vermoeiende is. Niet het solliciteren zelf, maar dat je telkens terug negatieve feedback krijgt. Goh, gewoon blijven proberen. Ik kan niet veel anders zeggen. Gewoon niet de motivatie verliezen. Niet gewoon denken van niemand wil mij, het komt er niet van. Je zult ooit wel iets vinden, waarschijnlijk. Iedereen dat nu werkt, heeft ook ooit werk gezocht. Iedereen is door dat proces gegaan. Sommigen vinden rap een job en die hebben juist enorm veel geluk. En sommigen doen er bijna 3, 4, 5 jaar of zo over, die echt heel lang zonder zitten. Maar het komt ervan. Blijf gewoon zoals je cv insturen naar verschillende plekken. Blijf gewoon gaan, verlies niet de motivatie. Zet gewoon door, het komt er wel van. Okay. Dat is heel standaard, man. Nee, maar dat is goed.